couldn't have to win this game. We had a lot of opportunities in the first half. But it's okay, we go away. It's always difficult to play against a team like this with a good crowd. So they have really good supporters. So it was also a good point. Ja, Danny, weer een punt uit. Maar het hadden eigenlijk wel drie moeten zijn, vind je niet? Het hadden er drie moeten zijn, ja. Gezien het spelbeeld, gezien de kansen. Dus ik zei net ook dubbel gevoel. Aan de ene kant ben ik tevreden dat we in zo'n uitwedstrijd grote delen de controle hebben gehad. Dat de jongens hebben gedaan wat we wilden doen. Alleen ja, de bittere nasmaak is dat we onszelf niet beloond hebben. We zeggen soms wel eens, ik wil alles geven om te winnen. Maar vaak is er toch wel meer mogelijk. Nou, ik ben heel blij dat we dat laten zien. Want als je vandaag ook weer kijkt, we spelen om 11:15 uit in Tilburg. Het is al een paar dagen Oktoberfest in Sittard. Maar er zitten gewoon ruim... lukt het? Er zitten ruim 500 mensen in dat uitvak. Ja, daar mogen we wel veel respect voor hebben. En dan het minste wat je kan doen is zorgen dat we met z'n allen alles geven binnen die lijnen. Alessio, welkom terug. Dankjewel. Je eerste minuten weer na je blessure. Ben je blij om terug te zijn? Ja, zeker weten. Het voelt fijn om weer dagelijks op het veld te staan. Met mijn teamgenoten, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, en hoe is deze hele periode gegaan? Was het een zware herstel? Nou, redelijk. De eerste weken lig je voornamelijk thuis op de bank, dus dat was wel pittig. Even een switch maken in je dagelijkse routine is altijd lastig. Maar ja, op een gegeven moment, na 2-3 weken, merkte ik al wel dat het wat beter ging. Kon ik ook wat meer doen. Dus, en uiteindelijk gewoon volledig gefocust op een snelle terugkeer. En ik denk dat het best wel snel is gegaan. And you personally played a very good game. With full of energy and you intercepted almost every ball. In our opinion. And we also think you're the man of the match. Do you agree a little bit? I don't know. I do always my best. I try to do my best. And okay, if you say I made a good game, so I say thank you. Dus geen feestje vieren met de uitsupporters, maar ze roepen wel je naam na de wedstrijd. Hoe is dat? Luister, voor mij is het heel simpel. Ik zit nu een maandje of 15, 16 bij deze club. De waardering en het respect wat ik krijg vanuit de mensen in het stadion, in de stad, in de omgeving, is ongekend groot. Dus daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor. En dat geeft alleen maar meer energie om elke dag er alles aan te doen om van Fortuna een betere club te maken en goede resultaten te halen. En was er ook een keer tijd om bij te tekenen of dat nog niet? Nou ja, wat ik net al zei, ik heb het enorm goed naar mijn zin. Dus we gaan zeker positieve gesprekken tegemoet met de club. Ja, hoe gaat het nu verder? De volgende wedstrijd, wil je dan meer minuten gaan maken? Ja, dat is aan de coach natuurlijk. Hè. Ik zet me dagelijks goed in, dagelijks 100%. Dus ik hoop dat ik zo snel mogelijk op mijn oude niveau ben en dan vanzelf meer minuten krijg. Dat zou mooi zijn. En zoals je al zei, in Sittard is het nu ook een groot feest natuurlijk. Dat vond ik ook het Oktoberfeesten. En gaan jullie zelf ook nog naar de Oktoberfeesten? Zeker, wij zijn maandag... Dus morgen maandag gaan wij met de hele groep daar naartoe. Vorig jaar ook gedaan. Super goed bevallen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Weet je, wij kunnen een hele belangrijke rol maatschappelijk spelen. Niet alleen in Sittard, maar in de hele omgeving. En daar moeten wij ook een bepaalde rol en taken in vervullen. En dat kan soms zijn met clinics. Of op scholen langsgaan. Of misschien oudere, zieke mensen. Noem het maar op. En dan krijg je een enorme kracht in de regio. Ik vind ook dat de gemeente daar veel meer gebruik van moet maken. Dat je van Sittard en omgeving een community gaat creëren waar iedereen een bepaalde verbondenheid heeft met elkaar. En waar je steun voelt en vertrouwen voelt. En als je dat kan uitbreiden, ja, dan heb je er niet alleen binnen de lijnen profijt van. Maar gewoon op heel veel andere vlakken ook. Dus als het aan mij ligt, gaan we ons steentje daaraan bijdragen. Dus de lederhoze ligt al klaar? Die ligt al klaar, ja.